14-jarige leeftijd vluchtte Ananoushin samen met haar zusje en haar ouders vanuit Iran naar Nederland. Ze realiseerde zich al snel dat ze maar één ding wilde en dat is onafhankelijk zijn. Ze had verschillende baantjes om haar eigen centjes te verdienen. Ze werkte op een cactuskwekerij, ze was ijsschepper. Ze maakte schoon, ze werkte op een kantoor. En nu, ruim 21 jaar later, staat ze aan het hoofd van een groot online magazine, Ensemble.nl, waarmee ze ruim 2 miljoen unieke bezoekers per maand inspireert. Ze heeft hoe ze is gekomen, waar ze nu is, opgeschreven in het boek On Top. Ik ben benieuwd naar haar verhaal. Anna, hoe was het om als 7-jarig meisje vanuit Iran hier in Nederland te komen, in zo'n andere cultuur? Ja, een beetje. Ik zeg ook altijd, ik weet niet heel veel meer van die leeftijd. Ik denk net zo weinig als jij daarover zou weten toen je 7 was. Weet je, het is natuurlijk niet een leeftijd waarop je nog heel veel kan herinneren. Maar ik weet wel nog dat ik het super koud vond. Echt heel koud. En dat naast dat het koud was, dat ik ook nog altijd zoiets had van, het was gewoon een hele andere cultuur dan ik gewend was, zeg maar. Dus het was echt wel een andere. Je had gewoon twee werelden. Je had gewoon Iran, hoe ik daarvoor was opgegroeid. Met heel veel familie en heel veel gezelligheid en heel veel eten. En in Nederland, dat leg ik ook uit in mijn boek, waren er toch hele andere gewoontes. Dus het is wel grappig hoe dat, ook als je wat jonger bent, dan ga je daar natuurlijk heel erg in op. En dan zijn die contrasten, die lijken super groot. Terwijl inmiddels ben ik daar gewoon wel aan gewend. En is het, weet ik niet beter. En zijn allebei die culturen, noem ik zeg maar, mijn eigen cultuur. Je hebt een boek geschreven, On Top. Over jou, over hoe je bent gekomen waar je nu bent. Ja. Waarom heb je het boek geschreven? Ik heb het boek geschreven omdat ik al best wel lang met dat idee rondliep. Ik wilde heel graag iets met een boek doen en dat is af en toe tegenstrijdig met het feit dat alles wat ik doe online is, denk ik. Maar ik vind het heel erg romantisch dat een boek nog tastbaar is en dat ik het nog kan zien en dat ik het in de schappen kan zien. Dat idee vind ik nog heel fijn en ik lees zelf alleen nog maar fysieke boeken. Ik heb nooit een e-reader of zo gehad. Dus voor mij was dat wel een soort van bucketlist dingetje wat ik echt gedaan wilde hebben. En ik liep al 2 jaar met het idee om iets te doen met de ervaringen die ik dus heb opgebouwd de afgelopen jaren. Met het bloggen, maar ook met online modewereld en ook met überhaupt opgroeien als vrouw in deze industrie. En toen dacht ik van nou ja, ik word best wel vaak gevraagd om dan lezingen of iets dergelijks te doen. En waarom bundel ik niet al die verhalen en maak ik daar gewoon een soort van heel tof inspiratiehandboek van. Voor vrouwen die dus op dit moment even niet zo heel goed weten wat ze willen met hun leven. Nee, precies. Dus bijvoorbeeld vrouwen die nu denken van nou ja, ik heb een droom en ik zie eigenlijk alleen maar redenen waarom ik het niet zou moeten doen. Ik dacht van nou ja, er is gewoon één reden waarom je het wel zou moeten doen en dat is omdat het je droom is. Dus daar wil ik heel erg op focussen. Maar wat is nou het meest onderschatte aspect van bloggen? Nou, sowieso is het zo bij de blogwereld dat heel veel mensen denken dat het eigenlijk niet echt een baan is. Dus dat is al het eerste waarvan ik altijd denk van nou, het is wel echt een bedrijf en het is wel echt iets wat we fulltime doen. Dat is ook de eerste vraag, doe je dat dan fulltime? En dat, ja, je doet het meer dan fulltime, want je bent als merk, weet je bent als persoon ben je je eigen merk. En ook met Ensemble bijvoorbeeld, dat is gewoon een merk. Dus je bent er 24 uur mee bezig. Het is niet zo dat je dat aan en uit kan zetten en dat je om 5 uur, zoals bij een normaal bedrijf, kan zeggen hé, ik ga nu weg en ik zie je morgen wel. Dus het is juist heel erg een fulltime ding. Het is heel erg een persoonlijk bedrijf waar je eigen belangen ook heel erg verstrengeld raken met je zakelijke belangen. Dus het is moeilijk om die grenzen af en toe te vinden, wat het ook lastig maakt. Want daardoor krijgen heel veel mensen een burn-out of die zien het allemaal niet meer zitten. Dus ik denk dat de grootste misperceptie is dat het allemaal een beetje soort van leuk fotootjes van jezelf plaatsen is op het web. Ja, in ruil voor producten. In ruil voor producten. Ja. Wat is dan de kracht van het boek? Ik denk dat de kracht van het boek heel erg ligt in het feit dat het super persoonlijk is. En dat is best wel uniek, want zeker de wereld waar ik in zit is best wel natuurlijk heel erg een, niet pretentieus, maar alles is wel een soort van mooi. En alles is perfect, weet je wel, voor de buitenwereld. De online wereld. Ja, maar ook heel erg de modewereld. En überhaupt de wereld van bloggers is een soort van een beetje een sprookje waarvan heel veel mensen denken, oh, dat is zo perfect. En die hebben het vast nooit slecht. Of die hebben nooit een off day. Of het gaat allemaal heel makkelijk. En ik wil heel erg met dit boek laten zien
dat dus niet zo is. En dat eigenlijk alles heel erg tastbaar is. Dus als je een droom hebt, dan geloof ik heel erg in het feit dat je het moet visualiseren. En dat je via een aantal stappen die droom kan verwezenlijken. In je boek schrijf je op een gegeven moment dat iedere ondernemer eigenlijk magisch zou moeten denken. Ja. Wat is magisch denken? Ja, dat klinkt heel zweverig en dat bedoel ik er totaal niet mee. Ja, dat leg ik ook wel uit. Van, het is dus helemaal niet dat ik bedoel dat je dan zoals The Secret of zo moet gaan nadenken. En dat als jij je visualiseert dat je kast, weet ik veel, vol hangt met Celine schoenen dat, of met kleding, dat ook zo... Oh, je kent het dus wel. Ja, ik ken het wel. Okay. Ja. Maar wat ik daarmee bedoel is dat je gewoon moet realiseren dat iedere dag als je opstaat, dan kan je ervoor kiezen om bijvoorbeeld heel mopperend op te staan en heel erg met een soort van negatieve houding en is alles rot. En dan zal ook de rest van die dag alles heel rot blijven. Maar je kunt er ook voor kiezen om gewoon positief op te staan en te denken van, oh, dit wordt een hele mooie dag en dit wordt heel en vandaag ga ik deze doelen bereiken of ga ik hiervoor. En dat vind ik veel magischer dan dat je iedere dag maar, zeg maar, gaat tegenaan hikken tegen de dingen die je nog moet doen. Dus het is heel erg een levensstijl waarbij je gewoon kiest om heel bewust positief te zijn. En om je doelen die je hebt te visualiseren en om daar dan heen te gaan. In plaats van overal maar kleine losse eendjes te hebben. Ja. Dus ik bedoel dat er iets meer mee. Wordt nog beter uitgelegd, hoop ik, in het boek. Maar in het kort bedoel ik dat ermee.